Welkom bij voorlopig de laatste aflevering van in FIFA 15 van het kijken naar tenues. Er komt nog een aflevering waarin ik een soort van samenvatting geef met de mooiste tenues en ja. Maar dit is de laatste normale aflevering. En we beginnen. We gaan de international teams doen, oftewel de landen. Dus we beginnen met Argentinië en dan beginnen we ook meteen met een hele goeie. Want, oh, wat vind ik dit mooi tenues. Het thuistenue is prachtig. En het uittenue is nog mooi. Dit zou wel eens de winnaar kunnen zijn. Prachtig uittenue. Argentinië doet het goed. Australië vind ik ook wel mooi tenues eigenlijk. Mooie kleuren. Oostenrijk. Ja, ziet er wel aardig uit. België niet gelicenseerd. Die hebben op zich wel mooie tenues. Bolivia niet gelicenseerd. Daar kunnen we snel doorheen gaan. Brazilië ziet er altijd wel. Ja, het is iconisch. Het is natuurlijk qua design niet zo speciaal. Bulgarije niet gelicenseerd. Cameroen niet gelicenseerd. Chili wel. Nee, niet. Bedoel ik. Colombia ook niet. Dit gaat lekker zo. Ivoorkust ook niet. Tsjechië. Tsjechië heeft wel mooie tenues. Ja, met die leeuw. Oh, thuis nu vind ik wel mooi eigenlijk. Ja. Denemarken. Mooie tenues. Ik vind thuis nu mooi. En de uittenue ook wel eigenlijk. Ecuador. Egypte. Allemaal niet gelicenseerd. Engeland. Engeland heeft altijd wel mooie tenues. Een beetje hetzelfde, maar het ziet er gewoon goed uit. Wit thuis en rood met wit uit. Ziet er goed uit. Finland, Frankrijk. Frankrijk is weer een beetje teruggegaan naar simpele tenues. En dat ziet er gewoon heel goed uit. Uittenue vind ik ook mooi. Ja, dat vind ik zelfs een heel mooi uittenue. Duitsland, ja, ik vind het oké het thuis nu. Uitgerekend gewoon Adidas, hè, die ik al niks meer of niks minder gedaan heb dan. Alleen maar prijs Adidas. En dan bij de nationale ploeg van Duitsland. Vind ik het niet zo heel mooi. Ik vind thuis nu wel oké. Maar ik heb liever gewoon wit, zwart-wit. En het uiterste vind ik niet heel mooi. Ik vind dit mooi, hè? Griekenland. Dat ziet er altijd heel saai uit. Hongarije niet gelicenseerd. India niet gelicenseerd. Ierland. Ja, wel mooi eigenlijk. Een beetje saai, maar ziet er wel goed uit. Italië. Ja, het ziet er best mooi uit. Het uiterste vind ik wel mooi. Thuis nu ook. Ja, ziet er gewoon goed uit. Korea. Een beetje saai. Ik vind het uiterste nu wel grappig dat aan de ene kant dat blauw is en aan de andere kant rood. Maar voor de rest niet heel boeiend. Mexico. Mooie tenues. Ja. Ik vind het uittenue ook erg mooi. Ja. Prachtige tenues van Mexico. En dan Nederland. Oh, Nederland. Dit is zowat het enige Nike-tenue wat ik echt heel mooi vind. Maar wauw. Ik vind het thuis nu prachtig. Echt, ja. Echt weer oranje, wit, oranje. We hebben heel lang. Gewoon alleen maar oranje gehad. En het vorige Nike-shirt van het Nederlands elftal, dat was verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Als ik ga vergelijken met FIFA 14, dan zie je dat. Als je hem niet meer uit je hoofd weet. Maar dat was verschrikkelijk. En het uiterlijk is ook echt prachtig. Echt heel mooi. Ik vind dit echt heel mooi. Het lijkt een beetje op het tenue van Manchester City en Argentinië. Alhoewel Argentinië van Adidas is. Maar wat ik hier heel mooi van is gewoon dat oranje erin. Ik vind dat echt prachtig. Prachtig tenue heeft Nederland op het WK gehad. 4 jaar geleden had ze trouwens ook mooie tenues. Op het WK. 2 jaar geleden op het EK was het echt een schande wat ze hadden. Maar. Oké. Noord-Ierland. Ja, Noord-Ierland heeft mooie tenues. Ik vind vooral thuis nu erg mooi.
Mooi design. Noorwegen ziet er wel oké uit. Paraguay niet gelicenseerd. Peru niet gelicenseerd. Polen. Ja, nee, dat vind ik niet zo echt. Nee, ik vind die baan in het midden niet echt mooi. Jammer dat Portugal er niet in zit, want Portugal heeft wel een mooie markt nu op zich. Roemenië zit er niet in. Rusland heeft ook een mooi tenue. Tenminste, die hadden een mooi tenue, maar zit er niet in. Schotland heeft een mooi tenue. Ik vind het prachtig thuis tenue. En ook wel een aardig uittenue. Ja, ik vind het wel mooi. Adidas natuurlijk. Weer niet gelicenseerd. Zuid-Afrika ook niet. Spanje. Spanje heeft een mooi thuis nu en een aardige uittenue. Ik vind. En nogmaals, het liefst heb ik gewoon rood, blauw, rood. Omdat dat normaal is bij Spanje. Maar ik vind dit wel mooi. Uittenue ook. Zweden, mooie tenues. Prachtige tenues. Vooral uittenue vind ik echt mooi. Maar ook het uittenue. Zwitserland niet gelicenseerd. Turkije. Ja. Niet heel boeiend. United States. Wel aardig design van het uittenue, maar. Dit is ook wel aardig. Ah, gaat niet winnen, denk ik. Uruguay zit er niet in. Tenminste, de tenues zitten er niet echt in. Wales. Oeh, Wales. Ja, ik vind dit zo'n mooi design. Zo simpel, maar zo mooi. En dat waren ze dan. Dat was de laatste reguliere aflevering eigenlijk van deze serie. En de volgende aflevering zal ik dus een soort van rondje langs de velden doen eigenlijk. Ik laat gewoon alle mooiste tenues zien. En ja, waarschijnlijk laat ik ze dan zien in het veld. En dat we ook een rondje eromheen kunnen draaien om te kijken hoe het er echt uitziet. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dan gaan we dus dat doen. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.